Hoogbezoek in Opheusden. Koningin Maxima is dinsdag 13 september rond 5 uur in Opheusden geweest. Ze was daar voor een kort werkbezoek dat in het teken stond van het tot ontploffing brengen van een granaat. Deze was afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog en was gevonden bij graafwerkzaamheden in de uiterwaarden langs de Rijnbandijk. Koningin Maxima was eerder op de dag in Soesterberg, waarin ze zich liet voorlichten over het werk van de EOD, de Explosieve Opruimingsdienst. Deze eenheid brengt zo'n 2500 explosieven per jaar tot ontploffing, met name afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog.